Op het bedrijf van familie Teriele in Vaassen werden donderdagochtend de bekkenmaten gemeten door praktijkcoördinator Bert van Abelen. Het doel is om zoveel mogelijk data te verzamelen, zodat aangetoond kan worden dat jonge dieren een ruimere bekkenmaat hebben dan oudere dieren. We hebben een verbeterd robuust fokbedrijf met ongeveer 300 dieren, groot en klein. We laten 130, 140 dieren per jaar afkalven en desnoodzakelijk met de keizersnede. Een enkeling kalft zo af, ik zeg altijd dat is een bedrijfsongeval, dan ben ik gewoon te laat. Want wij kiezen gewoon voor 100% keizersnede. Nou, op dit bedrijf is het, als hier een natuurlijke geboorte plaatsvindt, zoals ik begrepen heb, is het eigenlijk een bedrijfsongeval. Want ja, hier zijn zoveel dieren en ze zeggen van, ja, het past bij ons eigenlijk net niet in de bedrijfsvoering. Alleen ja, we zijn wel blij dat ze mee bekkensmaat willen meten. Omdat het een van de grootste bedrijven van Nederland is, geeft dat ons wel heel veel informatie waar eventueel andere veehouders gebruik van kunnen maken. Dus ja, daar zijn we op zich wel heel blij mee. Teriele doet zelf al ruim 10 jaar mee met de bekkenmeting. Toch blijft hij bij het uitvoeren van een keizersnede in plaats van natuurlijk afkalven. Wij doen dus al vanaf het allereerste begin mee met de bekkenmeting, dus misschien nu al 10 jaar. Wij doen echt mee voor de cijfers, dus dat je de fokkerij kunt aantonen dat de jongere dieren een ruimer bekken hebben als de oudere dieren. Dus de fokkerij kun je best wel een ruimer bekken fokken. Maar zoals ik al zei, wij kiezen nog steeds voor keizersnede omdat wij gaan voor een levend kalf. De cijfers worden allemaal verwerkt door CLV en daar wordt gewoon een fokwaardeberekening van gedaan. Dus alle stamboekdieren, wel alle stamboekdieren, die krijgen allemaal een individuele fokwaarde. En zodoende krijgt de vader ook automatisch een fokwaarde. En daarin kun je gewoon zien dat er verschil zit tussen de ene stier en de andere stier. En er zijn inderdaad gewoon stieren, ook op dit bedrijf, al doen ze zelf niet zeg maar, aan natuurlijke bevallingen, die toch wel hele goede bekkenmaten vererven. Dus ja, het is toch wel interessant om die gegevens allemaal bij te hebben. En zodoende mensen die wel helemaal die kant op willen fokken of daaraan mee willen doen, zodat we die gegevens kunnen gebruiken. Ja. Wat is over het algemeen de trend op dit moment in Nederland? Zijn gewoon een aantal bedrijven die zeggen van wij doen het op de ouderwetse manier, we gaan geen bedrijfsrisico lopen. Kijk, en dat willen we als project ook niet, hè? Het is gewoon het belangrijkste dat iedereen een levend kalf op de wereld zet. Want we hebben een hele jaar die koe en we fokken vooruit om een levend kalf te hebben. Nou, en dat is gewoon heel belangrijk, een levend kalf. En het is fijn als er een natuurlijke geboorte plaatsvindt. Thuis hebben wij er ook een aantal. Maar het blijft altijd een afweging van kan het wel, kan het niet. Met inclusief de dierenarts van maak de afweging wel of niet. We kunnen niemand verplichten. Alleen, we zijn er wel mee bezig. En dan zie je eventueel ook door die nieuwe fokwaardes die er komen, dat er eventueel stieren zijn die een ruimer bekken creëren of lichtere kalfjes. Dus het is mogelijk. Alleen, ja, we staan echt pas in het begin daarin. Ja. En ga je die lijnen combineren, dan liggen er gewoon volop mogelijkheden. Wat zijn de voordelen voor de veehouder? Wat zijn de voordelen voor natuurlijk afkalven? Kijk, je hebt in ieder geval al geen ingreep van een keizersnee aan de zijkant. Meestal worden dan ook geen antibiotica gebruikt. Dus er zijn een aantal punten die meetellen. En de meeste koeien kalven 3 keer af. Nou, er zijn meerdere koeien waar je meer keizersnees kunt doen. Maar bij de meeste houden 3 keizersnedes wel op, natuurlijk. Nou, en bij natuurlijk afkalven kun je gewoon veel meer geboortes laten doen.